Yo, what up gasten, je denkt nu het is 1 april, Bardo, waarom maak je een video, je bent toch ernstig ziek? En dat klopt niet helemaal. Zoals jullie afgelopen woensdag hadden kunnen zien, leek het alsof ik heel ernstig ziek was en dat ik naar de dokter moest. Alleen helaas was die video een beetje overdreven. Oké. In ieder geval ga ik nu in deze video bewijzen dat cola en mentos in je mond niet zo heel veel pijn doet. Kom er maar bij. Kut hè, als ik het moet monteren. Hou je van pizza? Ben je homo? Nee. Dit monteer ik aan elkaar. Ben je homo? Ja. Nee. Dat is niet zo mijn. Nee, dan ga jij maar weg. Ik hoop dat je genoten hebt van deze 1 april grap. En nu ga ik bewijzen dat het geen pijn doet. Zie je, het doet geen pijn. Je voelt er wel iets van. Alleen, ja, het is gewoon niet zo heel erg. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het meedoen aan deze 1 april grap. Ik zit helemaal onder de cola. Ja, vergeet deze video niet te delen met al je vrienden. En ik wil één keer sorry zeggen tegen iedereen die zich echt zorgen heeft gemaakt. Want het gaat wel goed met mij. Binnenkort ben ik er weer met een nieuwe Banjo Movie. Desnoods een nieuwe Vesse 50. Alles kan tegenwoordig. Dus ja, dat was hem. Ik hoop dat jullie gelachen hebben. Binnenkort ben ik er weer met een nieuwe Cola Mentos video, denk ik. En gasten, ik check jullie later. Yo, wat up gasten, sorry nogmaals van de 1 april grap van deze hele hoax. Het is voor mij heel moeilijk geweest om stil te zijn en niets te zeggen tegen jullie op Twitter. De reden waarom ik het heb gedaan is omdat ik het leuk vind om altijd nieuwe dingen te proberen die eigenlijk niet horen. Ik kreeg reacties van wat jij wel niet doet voor je fans en bla bla bla. Nou, ik ga het best ver, alleen ik breng mijn eigen gezondheid niet in gevaar. Toch bedankt voor alle lieve berichten, alle steunberichten en al die andere dingen. Echt toppie. Aan de rechterkant van mij, ik durf nu niet zeker te wijzen, aangezien de camera altijd alles spiegelt. Aan de rechterkant van mij in ieder geval vind je bovenaan de vorige video, de Cola en Mentos deel 3 video. Daaronder vind je MSN in het echte leven, een hele recente sketch. En daaronder de verse 50 song die je op de achtergrond hoort. Ze zijn allemaal klikbaar, vergeet deze video niet te delen via Hives, Twitter, MSN en de rest. Gewoon stuur me door naar al je vrienden. En voeg me ook toe op Hives en Twitter. Ze staan allebei hier onder mij. En anders staan ze nog in de beschrijving. En gasten, maak je geen zorgen. Ik blijf video's maken. En ik check jullie ook later.